De wijn in het glas die komt uit Jijkla. Jijkla ligt in Zuid-Spanje. Onder Valencia, tussen Valencia en Murcia in. Jijkla, dat is een gebied waar die monastereldruif heel goed tot zijn rijping komt. Wijngaarden liggen relatief hoog, waardoor die verschil tussen dag- en nachttemperatuur zorgt voor meer complexiteit in de wijn. Monastrell Abarica, dat is dus een gerijpte wijn op barrique. Barrique wil zeggen kleine vaten. Deze komt uit Frankrijk en deze geeft wat meer structuur en kracht aan de Monastrell. Monastrell is een druif die we tegenkomen in het Frankrijk onder de naam Mourvèdre en geeft volle, zoele wijnen. 4 maanden, dat is de tijd dat de wijn is opgevoed op eikenhouten vaten. Hij is mooi in zijn parfum. Hij geeft veel aroma af van bessen, een klein beetje braam, vijg en zeker ook het hele mooie donkere fruit. Mooie structuur, maar toch helemaal elegant. En dat maakt deze wijn toch wel als een lievelingetje, zeker voor de prijsklasse. Hij kost maar €8,50. Online niet verkrijgbaar, maar we kunnen uiteraard wel opsturen mocht u dat graag willen. Of te kopen bij ons in de winkel. We hebben ook een hele mooie witte variant die van de Maccabeo-druif ophoudt. En dit is een hele mooie rode variant van de Monastrell, oftewel de Mourvèdre-druif. Kom langs voor meer informatie of vragen. Of stuur ons een bericht via onze social media kanalen.